Wat kijk je tv? 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 Lopen we nog? Welkom bij watkijkjij.tv met een special over de happy hardcore scene. Hoe was het toen ook weer, van 94 tot 98? Wat gebeurt er nu en hoe gaat dat in de toekomst eruit zien? Ik praat erover met een aantal DJ's, een aantal MC's en een aantal producers. Dus zorg dat je het niet mist bij watkijkjij.tv. Ja, dat is de olifantblik. De sleutel, de sleutel. Hé, hey, dat doen we! Nog 1 keer. Naarmate ik ouder werd, was eigenlijk maar 1 ding belangrijk, is eigenlijk muziek. Kopen van plaatjes, een beetje bandjes maken. En toen op oudere leeftijd, ja, toen draaide alles om platen kopen. Werk maakte me niet uit. Ik pakte ieder baantje aan. Want ik moest iedere week de allernieuwste plaatjes kopen. En dan ging ik echt met de plaatjes onder mijn arm naar een discotheek toe. En dan vroeg ik of ik mocht proefdraaien. Volgens de media komt de happy hardcore in één keer weer terug. Maar ja, 2 jaar geleden begon het al weer terug te komen. 90's feesten waar ik sta. En dan sta ik samen met Two Brothers on the Fourth Floor. En, 24/7 en Snap en weet ik het allemaal. En dan draai ik dan een uurtje Happy Hardcore. We kunnen het over grappen, maar het was wel een bizarre tijd. En gelukkig hadden we altijd wegwerpcamera's bij ons. En altijd een camera. 4 jaar lang. En waar heb je die foto's? Hoho. Ligt die ergens onder in een kast? Of nee, die zitten bij de FBI in de kluis.